Die guy heeft toch geen trouwoutfit aan? Nee, inderdaad. Hé, hey, schatje! Als Alex en Nadine niet verliefd op elkaar zijn, dan zijn citroenen niet geel. En nu ineens kunnen we nergens meer een taxi regelen. Ik was echt teleurgesteld. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Kijk staan, de zon schijnt hier heerlijk naar binnen in Barcelona. Als we naar het prachtige uitzicht kijken. En wij zijn de spullen aan het inpakken. Yes. Ik heb een vraagje voor jou. No. Weet jij hoe je een shirt moet opvouwen? Ja. Oké, laat zien. Hoe doe jij dat? Ik doe dat altijd zo. Oké. Want heel veel mensen doen dat dus anders volgens mij, hè? Ja, ja. Oh, je gaat hem neerleggen? Ja, ja. Ik leg die altijd neer. Oké. Okay. Ja? Zorgen dat hij gewoon goed ligt. Zo? En hij ligt niet goed, zeg maar. Die streepjes moeten zo. En dan doe ik altijd zo. Ja? En dan zo. Ja? En dan doe ik dit stukje zo. Ja? En dan zo. Oh, hij is wel mooi. Ja, maar het is nog niet... Ja, nee, ja, het is zeg maar niet zo mooi als dat de moeder het zou doen of zo, nee. Maar het ziet er gewoon goed uit. Ja, en dan past hij, hop, mooi hier in de koffer. Nou, hey, goede les. Ja, toch? Thanks. Hè? Nee. Wat? Luister, jongens, ik zeg tegen Alex, huh? Je hebt nog een condoom hier liggen. Dat heb ik nog niet mee. Hè? Dat is dan door raar, ouwe. Hoe komt dat hier in de kamer? Ik zie zeker dat hij niet van u is. Dit is niet van mij? Ik heb het eerlijk, die kon niet kopen. Ik heb geen Durex. Wat dan wel? Ik heb hier... Ik heb deze, die goedkope. Huh, maar wat? Wat? Hoe komt dit in de kamer, bro? Is het niet goed schoongemaakt of zo? Want het is van hier, denk ik, man. Kijk, hier staat in condoom. Er staat niet condoom, anders stond er in Nederlandse condoom. Toch? Ja, daarom. Dus het is Spaans. Hey. Oké, okay, super raar. Ik haal net namelijk deze handdoek ineens weg. Ik zie het ineens tevoorschijn komen en ik denk, hé, hoe kan dat hier nou liggen? Dus ik zeg, yo, ben je ding niet vergeten? Nou ja. Nee, maar mee. Wij staan in de lift. Koffers hebben we hier. Daar alle spullen. Mooi. Ik heb mijn tas weer helemaal om. Pasje mee. En we gaan dus even lekker uitchecken. Alles is geregeld. Hop. Kijk eens. En daar gaan we. Het chillen is dus nu. We kunnen gelukkig onze koffers droppen bij Nadine. Want anders zouden we dus de hele dag met onze koffers moeten lopen. Dat is altijd zo verschrikkelijk. Dus het enige waar ik een hekel aan heb, is dat het wel. Ja, ze boden wel bij tot aan. Of we het daar niet konden. Ja, maar het is handig om bij Nadine gewoon ja, te zetten. Ja, nee, dat is sowieso maar. Nou, top. Ja. Dit was het hotel. Het was super nice. Echt een hoge toren. Ik krijg hem bijna niet eens op beeld, zoals je kan zien. Maar we gaan nu op naar Nadine. Zonnetje op het gezicht. We zijn net uitgestapt uit de taxi. We lopen dus nog steeds hier even met de koffers. Maar die gaan wij hier lekker droppen dus. Zo, lekker dit. Hey, ja, 24 graden, hè? Heerlijk. Goeie. Ik zag dat het in Nederland trouwens ook echt 21 graden was. Dat is ook lekker. Niet verkeerd. Boy, yo, je weet dat je echt begint oud te worden als je je eerste borsthaartjes krijgt. Ik ben 24 en ik heb mijn eerste haartjes hier. Ja, ik heb nog niet eens een deftige baard en ik ben 24. Ja, jouw baard groeit zeg maar niet daar. Alleen op je kin. Zo, we zijn er. Gaan we even kijken wat Nadine aan heeft vandaag. Zo. 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 Hey. Hey. Hoe is het? Je hebt eigenlijk nog niet eens een house teruggegeven. Nee. Zal ik een house tour doen? Ja, dus house tour. Nee, wacht. Moet vanaf de deur beginnen. Ja. Oh. Hallo, empty fridge. Nee, okay. Je moet in ieder geval eens boven doen. Jij ruikt altijd naar een baby, weet je dat? Hoezo ruikt ik naar een baby? Zitsallergie. Jij ruikt naar... Hi! Okay. Naar wat? Mensen vonden mijn hi erop laten duiden dat ik verliefd op je was. Oh ja, ik zeg het. Wat was het nou? Hey, schatje! Wat was het nou, die comment van die citroen? Ja, zeg maar, dus iemand commentte van als Alex en Nadine niet verliefd op elkaar zijn, dan zijn citroenen niet geel. Nou, dat zijn citroenen. Hoe moet ik dat nu? Dat is citroen. Okay. Dat is toch limoen? Oké, komt-ie. House tour, 3, 2, 1. En stel je man even voor. 3, 2, 1. Welkom bij mijn house tour. Ah, fuck, Alex. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. Okay. Nou, ik wil niet nep zijn. Nee, ik moet zo doen. Hey, ik ben al in de stalman en vandaag geef ik jullie een house tour. Ik ga helemaal niks doen. Ik bepaal zelf wat ik doe. Oh. Ken je dat stuk? Ik bepaal zelf wat ik doe. Oké, okay, nou. Nou, dit is... Ja, wat is dit? Een tafel? Ja, waar is er? Nadine, kom op. Doe even... Je ziet hier een mooie tafel in een prachtig appartement van Nadine. Ja. Hier, als mensen aanbellen, dan... Dit is mijn makelaar trouwens. Oh, ja. Ja, ik heb... Dit is de keuken. Oh, echt? Waar alleen wordt gekookt. Ja? Ja. Inclusief? Ja, dit is mijn snackkast. Zo. Ja, super. Nou, dat is wel armoedig dit. Ja, heel schaars. Ja, het is fijn. Dit is magnetron. Heel ja? Zoete aardappelen gemaakt. Oké. Ja. Nou, dan gaan we door naar mijn koelkast.
Ook heel zielig. Nou, heb jij ooit een house tour gegeven aan iemand dat je de koelkast laat zien? Ja. En nu zegt er over mensen, mogen gewoon alsjeblieft een kijkje nemen in je koelkast? Oké, okay, nou. Dan is dit mijn... badkamer. Ja, mijn was. Je was, Rick. Ja, en je badkamer. Wauw. Badkamer, ja. Wat ik hier dus allemaal doe. Ja, dat spreekt voor zich. Ja? Dat spreekt voor zich. Soms zit ik hier. Echt? Ja. Doe je dat? Wat ik dan doe is... muziek luisteren. Oké, okay, alleen dat. Ja. Gebruik je die douchekop ook op de douche of om andere dingen te doen? Ja, alleen als douche. Oké. Okay. Ja. Goed. Laten we uit de badkamer gaan. Ja. Een beetje private space. Nou, dan hebben we hier de woonkamer. Zo! Wauw, ja. Nou, er zit een bank. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Ja, dat weten we. Oké, okay, nou, soms zit ik hier al. Oké, okay, nice. Dan kijk ik tv. Oké. Okay. Bank of zetel, voor de Vlaamse mensen anders. Ja. Niemand noemt het een zetel, maar... Oh, jawel, jawel, de Vlaamse kijkers wel, ja. Nou, heb ik hier een balkonnetje. Oké. Okay. Heerlijk. Ja, 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 prachtig. Dan gaan we nu naar iets waar iedereen mee gaat wachten. Oh, where the magic happens. Where the magic happens. De slaapkamer. Zo! Echt de master bedroom. Ja. 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 Dus, Thanks. Yes. Kan die condoom niet? Oh ja, hey, je hebt wat net in het hotel in je zakje gedaan, hè? Succes. En ik wil jullie nog wat laten zien. Oh. Ik ben echt mega organized. Dus ik wil het laten zien. Oh. Ik ben echt super trots erop. Ja? Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. Komt ie? 3, 2, 1. Wauw. Jezus, wat een bende. Ja, weet je, ik ga ook een keer laten zien dat het gewoon niet zo is. Als... Ik vond het ook wel mee. Wat? Nou, nee, inderdaad niet. Nou is er niks. Oké. Okay. Ken je die TikTok niet? Nee. Oh, en dan straks was er weer een minuut. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, ik heb het echt niet. Zo'n raar, joh. Eet smakelijk. Yummy, yummy, yummy. Ja, het ziet er echt lekker uit. Mm. Kijk eens, dit allemaal. En jullie waren zo gereinigd van mij, hè? Huh? Dat even iets langer dan 1 minuut lopen. Ja, maar het is wel lekker, ja, denk ik. Ik heb het niet gegeten, maar het ziet er niet even goed uit. Top. Hé, hè? Kijk, ja, waar belanden we ineens? Ik ben trouwman. Een trouwerij, bro. Maar dit is geen normale trouwerij, denk ik. Huh? Yo. Dit is geen normale trouwerij, denk ik, man. Huh? Dit is geen normale trouwerij. Nee. Kijk ze. Schots ofzo. Ze staan hier met doedelzakken, ja, ook en shit. Het lijkt, misschien is het wel schot. Ja. Ik weet niet. Oh, dit is, die guy heeft toch geen trouwoutfit aan? Nee, inderdaad. Hij staat gewoon in zijn shirtje en zijn broek. Waarom? Het is echt... Huh? Wat is dit? Inderdaad. Ik snap het niet. Kijk, hier zo, hiervoor staan ze met doedelzakken en alles. Ik heb hier, ik snap het. Ja, ik vind het ook wel. Dat is ook een beetje raar dans. Maar dat is mijn mening. Nou, what the fuck is dit? Geweldig. Oké, okay, als iemand weet wat het is, leg het ons uit. Maar wij denken een Schotse trouwerij of zoiets. Ja, ja, we gaan eindelijk dit gebouw in. Dit is het gebouw waar je de oude binnenstad kan zien, volgens mij. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. Ja, hè? Jij wilde het. Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in geschiedenis? Ja, soms moet je gewoon cultuur opsnuiven. En ja, vandaag wou ik cultuur opschrijven. Dus kijk, we komen hier namelijk binnen in een... Ja, we komen hier namelijk binnen in een hal. Kijk eens, jongens. En dit is dus zeg maar hoe Barcelona vroeger lag. Het lag dus echt een stuk lager dan dat het nu lag. Hier, ik ga het jullie laten zien. Check dit. Kijk hoe ziek. Dit is zeg maar gewoon oude stadsdelen die zijn dus opgegraven. Dat is toch bizar? Zeg maar, kijk hoe hoog we nu staan. En hoe het, zeg maar, hoe het vroeger was. Ja. Dat is toch gek? Ik heb er niet zoveel meer gehoord. Ja, dat is best laag. Ja, ik zou echt even naar die instelling gaan, man. Dat je gewoon even foto's kan maken in de vlog. Ja, even upgraden, even opladen. Zeg maar, normaal gesproken dan altijd als ik jou filmde, dan wist ik ook, dit gaat grappig worden. Ja, maar nu heb ik zoiets van, ja, wat de fuck moet je hierover zeggen? Laat maar even 5 seconden denken. Oké. Okay. Zouden die mensen dan ook echt altijd laag liggen? Zou je? Klaar, met de assie op mijn maag. Bro, het gaat echt de verkeerde kant op met jou. Echt niemand vindt het leuk. Nee. Kijk, ik zie daar volgens mij... Een toilet. Ja, toch? Ze hadden gewoon vroeger van die scheidholen, toch? Zeg maar. Dat, nee. Zeg maar, dat is waar ze in kakten vroeger. Ze moesten dat dan ook elke keer eruit scheppen. Ja, hoe ging dat inderdaad? Hadden ze toen al riolering eigenlijk? Nee, ik denk het niet, toch? Nee, ik weet het niet. Dat durf je eigenlijk niet te zeggen. Ik durf het ook eigenlijk niet te zeggen, inderdaad. Het lijkt me niet, want anders, zeg maar, als dat zich opstapelt, dat wordt ook gewoon... Ja, stapel poep. Ja. Laatste rondje even, jongens. Kijk, dit is dus zeg maar hoe vroeger... dit was een riviertje eigenlijk. Ik ging dwars door de stad heen.
En nu, snap, je ziet het daar. Hoeveel hoger we tegenwoordig zitten? Hoeveel zou het zijn over 1000 jaar, bro? Ja. Hoe zou de wereld eruit zien over 1000 jaar? Zou er mijn vlog dan ook online staan? Zouden mensen dit nog kunnen bekijken? Dat zou wel ziek zijn eigenlijk. Ja, 1000 jaar, ja, ik weet niet. Dan zijn we allemaal dood, denk ik. Ja, dan zijn we sowieso gewoon dood. Ik bedoel gewoon de wereld in het algemeen. Denk je dat de wereld vergaan is dan? 1000 jaar? Ja, misschien wel. Als we zo doorgaan wel, ja, dan... Dan gaat het gewoon... Gaat niet goed. Gaat fout. Toch nog even beland op het strand. Yes. Kijk eens, heerlijk. We gaan hier nog even een sangriaatje drinken. Ja, moet wel. Goeie afsluiter. Dat moet wel, hè? Ja. Zo. We zitten wel echt pal in de zon hier. Het is echt verschrikkelijk heet. Maar ja, ik moet even een kleurtje krijgen. Ja. Ja, eerlijk, ik wil jou echt een keer goed ja, bruin eerlijk, zien. Maar dan moet ik gewoon, als we dan in zo'n week op vakantie gaan, dan moet ik gewoon standaard elke dag gewoon een uurtje in de zon. Ja, dan gaat het wel snel. Ik heb jou nog nooit echt goed bruin gezien, zeg maar. Toen ik kind was, werd ik echt tandensnel bruin. Ja? Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, eigenlijk moet je, zeg maar, soms de tactiek is, zeg maar, om 2 keer naar de zonnebank te gaan voor je op vakantie gaat eigenlijk. Ja, om dan even wat op te bouwen inderdaad. Zodat je niet verbrand raakt. Ja, dat. Ja. Ja, het is wel lekker op het strand hier. Holy moly, als dit er niet lekker in gaat, dan weet ik het ook niet meer. Hé, hey, op wie gaan we proosten? Op Nadine? Yes. Op jou en Nadine? Ja, dat is goed. Lekker, man. Ritjes, dom. Wij hebben dus net even lekker wat gedronken. En over 1,5 uur moeten we dus al vliegen. Jij denkt dat we gaan missen? Ja, ik zou het alleen maar leuk vinden. Ja, maar wij vinden het iets minder leuk. Hoezo? Ja. Het is toch ongezellig? We vliegen om 7:30. Het is nu? Ja, 6:15. 6:15, kut. Ja, maar we kunnen ook nergens een taxi halen nu. Nee. Nou, helaas. Alex, waarom doen we dit altijd? Kun je nog even gezellig mee eten? Ja. Ja, hier, die taxi daar ook. Gaat het niet worden? Nope. Oh jee. Er zit niemand in. We staan op een rotonde, maar er komt niemand. Er is niemand. Uber doet dit niet en we kunnen nu niet naar het vliegveld. We moeten ook onze koffers nog halen. Wat gaan we doen? Ik bel Uber. Ja, maar hij boekt niet. Het gaat niet lukken, denk ik. Ah, ja, er stappen net mensen echt voor ons hier in de taxi. Dit is ook geen taxi. Dat was de reflectie van de taxi. We moeten hier wachten of er hier dus iemand komt. Hé, hey, we zijn fokt. Ja. Denk het ook. Oké, echt. We hebben elke dag gewoon makkelijk taxis kunnen regelen. En nu ineens kunnen we nergens meer een taxi regelen. Ik snap het niet. Alles is vol. Ze kunnen niet. Uber werkt niet. We staan hier op een rotonde. Er moet hier gewoon genoeg taxis komen. Maar niemand komt hier. Niemand. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Maar Uber werkt ook niet. Uber werkt op zoveel plekken in grote steden. Precies nu, voor een normale Uber betaal je ook. What the fuck, het is ook echt achterlijk duur. Volgens mij is het gewoon spitstijd, het is 6 uur nu. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. €150 voor een taxi, jezus. Maar niemand accepteert hem ook, dus dat is echt gewoon veel te druk. Super desperate voor een taxi. Jij lacht, maar je helpt van binnen. Jij wilt hem gewoon missen. Waydoe. Update. We proberen nog steeds een taxi te fixen. Het is nu over 1,5 uur gaat onze vlucht. We moeten de koffers nog halen bij Nadine thuis. Dat betekent dat we daar sowieso nog 20 minuten moeten blijven. Dat is niet waar. Dus het gaat hem niet worden. Heb je het nog vertrouwen in? Oeps, een vlucht gemist. Waydoe. Ja, je hebt wel een goede tunnel. Dankjewel. Ja, ik zat even te zoeken naar het woorden. Klopt. Ja. Oké, we willen nu zelfs een fiets pakken, maar zelfs dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nice. Yeah. Wow, jongens, we hebben eindelijk een taxi gefixt. We hebben nog 1,5 uur nog steeds. We moeten eerst nog langs naar dieren. Ja, dat gaat echt niet halen hoor. Ik vind het echt heel grappig. Nice. We hadden gewoon kunnen lopen naar huis. Ja. We waren er al. Ja, en dan moesten we daar toch eens nog een taxi fixen. Nee. Kan je dat willen? Yes. Oh, koffers halen. De taxi wacht op ons. Als het goed is, kunnen we dan. Jezus, die troppen. 5 minutes later. Oké, instant kuststop gehad. Oh jee. Koffer. Let's go. Bro, is die taxi nu weggereden is, hè? Dat kan niet, hij heeft niet gratis rit. Hij staat er nog. Oké. Daar gaan we. Bye! Ready? Ik ben ready. Ah, top. Yes. We hebben de koffers. We zijn op het vliegveld. Over een kwartier begint het boarden. We moeten nu dus nog door de security heen. Gelukkig hoeven we niet in te checken, want dat zijn we al. Maar security is slow, man. Heb je nog vertrouwen in? Ja, ik weet het niet. Security is wel echt traag. Daarna rennen naar die gate, bro. We gaan nu al kijken hoe druk het is. Ik weet het niet, man. Ik zie geen rijen nog. Zonnebril op, omdat we stress hebben. Ik denk dat we hem halen. Ja, man. We made it in. Ik denk het wel.
We komen nu aan op het vliegveld en het boarden begint over 5 minuten, dus het moet lukken hier. Dat ook precies dit gebeurt. Ik hoop er ook een voorreis even brigade doorzetten. Wanneer je een vlucht moet halen. Ja. Dat ze even met een fucking lange rij karretjes langskomen. Oké, de stress is in ieder geval een beetje ingedaald. Ik denk dat we hem wel moeten halen. Dus we gaan naar B31, daar vliegen we. Jeetje jongens, wat een echt zieke stress. Maar het is ook gewoon niet zo lang. Ja, we hadden eigenlijk al eerder weg moeten gaan. Het is eigen schuld, zeg maar. Ja, het is wel eigen schuld. Ja, dat sowieso. Maar dat is dan tijdens je vlucht meestal, toch? Ja. Nou, niet altijd. Ja, eigenlijk zeg maar, laatst op Schiphol toen kon je er ook zeg maar, heel vaak niet iets aan doen toen je die bizarre druktes had. Maar nu moet het lukken. Ja, toch. We made it. We made it. Ja. Easy eigenlijk nog. We hebben nog een pakje tijd. Eigenlijk wel. Ja. Dat hebben we niet heel slecht gedaan. Nee. Dit zou dus gewoon vaker kunnen. Ja. Kan. Alleen dan zonder stressen. Ja, nee. Ach ja, tijd voor bierie en het lukt. Yeah. Let's go. Is het een feit dat je sneller dronken wordt in het vliegtuig? Ik weet het niet. Kijk eens. Ja, ik weet niet. Geen idee. En daar zijn we weer. Terug in Nederland. Hey, zo, bro, het is koud hier. Ja, echt wel. We hadden even lange broek aan moeten doen, ja, volgens mij. Sowieso. Maar ik heb lem genoeg, dus. ja, Alex heeft ervoor gesopen. Maar we hadden een. Zeg maar geen tijd meer om een lange broek aan te doen. Dus we lopen lekker in de shorts. Op Schiphol, helemaal terug hier, mooi. Daar gaan we naar buiten, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd of ik het een beetje koud ga krijgen nu. Net in die tunnel was het namelijk al redelijk koud. En daar gaan we. Dus. Woe! Oh, oké, okay, Spanje. Oh, zo broos. Ik zeg je, Spanje is echt warmer. Dat is al Friesjes. De Schipholtoren! Wauw. Oh. Oké, nou, het is wachten. Even kijken waar ze zijn. Hé, hey, what the fuck? What the fuck? Helaas, bro, hè? Wat doe jij in Joey's auto? Hij komt zo aan, man. Ik ga hem even ophalen. Oké, hey, laten we. Ja, what the fuck? Dat is wel dik, hoor. Toevallig. Ja. Broeder, ik vond het erg gezellig met je. Later. Bedankt. De groeten. Ja. Tot ooit weer. Ja. Ik hoop dat je het leuk gehad hebt. Ja, heel leuk. Ja? Ja, sowieso. Oké, dat is fijn. Thanks. Later, hè? Hey! Hallo. Je zo. Stinkt echt naar vliegtuig. Stink ik naar vliegtuig? Ja, nou gewoon naar zweet. Wat je hebt als je uit een vliegtuig komt. Nou, fijn dat dat het eerste wat je zegt. Wat? Ja, dat is toch het eerste wat me opvalt. Nou, lekker. Hoe was het? Leuk. Mooi zo. Hoe heb jij het gehad in mijn huis? Ik was 2 dagen ziek, dus iets minder. Ja? Ja. Maar alsnog wel fijn. Het was lekker weer. Ja? Flitspaan 30 kilometer per uur. In Marseille ook, zag ik. Slecht wegdek. Ja, het was top. Heerlijk. Mooi zo. Hey, weet je wie er net langs zijn? Joey Bravo? Nee, dat was zijn auto, maar er zat dus iemand anders in. Oh, what the fuck. Ik filmde hem en ik zeg, yo. En toen zei hij, helaas. Oh, hij is hier, wacht. Kijk, wacht, doe ze voor hem. Oh, nee, laat maar. Waarschijnlijk wordt hij opgehaald door iemand. Ja. Ken je? Nee, dat was driver, denk ik. Even een tussenstopje, jongens, bij de Burger King. Oh, ik had het echt even nodig. Zo. Ga je lekker eten van mij halen? Ja. Wat leuk. Je wilt een extra long chili chicken zonder jalapeno's. Ja. Mag dat? Vooruit. Jongens, Jade heeft mij lekker opgehaald net. We gaan nu dus, zoals ik zei, een lekkere burger halen. Jij gaat een burger halen. Ik was echt teleurgesteld. Wat? Ik dacht echt dat je mij met de trein wilt laten gaan. Natuurlijk niet. Ik heb Jade. Ik zeg, ik land om 10 uur. Zegt ze, hoe ga je naar huis? Ik zeg, ja, met de trein. Geen reactie. Op een gegeven moment zegt ze, dus hoe laat gaat je trein? Nee, ik zei, er gaat een snelle trein vanaf Schiphol naar Rotterdam. Ik dacht, je gaat mij echt met de trein laten gaan. Tuurlijk niet. Kijk, ik haat autorijden, dus had iemand anders je op willen halen. Dan ik had ook al kunnen rijden. Dan had ik gezegd, prima, doe maar. Ja. Maar, zeg maar, het is echt niet dat als niemand kan dat ik dan zeg, nou, dan ga je maar met de trein. Nee, dat had ook wel echt kut geweest. Nou ja, oprecht zeg maar, de trein is wel sneller. Ja, de trein is wel sneller, maar het is trein gewoon, is 15 het is gewoon gezellig toch? Maar het is gewoon lekker met elkaar zitten, lekker, toch? Ja, lekker op je telefoon zitten, lekker ik rijden, is echt gezellig. Nee, maar is toch zo? Gewoon lekker met elkaar zijn. Ja. In plaats van dat ik in de trein moet gaan zitten. Ik bedoel, ik haal je ook altijd op. Dus ja, dat, ja. Toch? Doe het met alle liefde. Nou, gelukkig. Je hebt nog nooit deze burger genomen die je hier neemt. Jawel, ik had hem ook op de heenweg toevallig. Oh, echt? Ja. Oh. Ja, Burger King gaan we niet vaak naartoe, maar nu dus toevallig wel. Nou, jij bestelt gewoon altijd dezelfde dingen. Of een long chicken, of een whopper. Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk, jongens, mijn burgertje. Kip nuggets even erbij. Het is ook echt 11:15 s'avonds. Ze hebben geen nuggets. Wel. Nee. Echt niet? Nee, ze hebben geen nuggets. Terug. Ja. Terug. Dan moet je even uitstappen.
Hebben ze echt geen nuggets? Nee, ja, grapje, natuurlijk wel. Oh. Grappig. Oké, maar nu vraag ik me ook. Oh, kijk eens even, jongen. Nu vraag ik me af of ze ook geen jalapenos op gedaan hebben. Oh, die kaas ziet er wel lekker uit. Oh, jezus. Oh, ze hebben er echt geen jalapenos op gedaan. Goeie, hoor. Nee, je hebt toch gevraagd zonder? Nou, de vorige keer dat ik deze burgers had, vroeg ik. Ja, kan je alsjeblieft zonder jalapenos doen? En toen hadden ze gewoon wel jalapenos erop. Zeg maar, ze hadden één taart. Hoe de fuck spreek je dat uit? Jalapenos? Jalapenos. Oh, heerlijk. Ja? Dankjewel, Sugarman. Ja, kijk eens aan. Ja, die heeft hem ingeparkeerd. Ik heb mijn spullen eruit gehaald. Koffer staat er alweer. En we zijn weer lekker terug hier in Rotterdam, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gelukkig ben ik dus opgehaald. Dat is wel fijn. En nu moeten we even wachten tot we deze deur in kunnen. Want ja, die heeft de sleutel. Ja, kijk eens aan, jongens. We zijn weer terug in Rotterdam met het prachtige uitzicht hier. Yes. Zo, die heb ik al gemist. Dat heb je in Barcelona. Nou, tenminste, we hadden een hoog hotel. Maar dit uitzicht zoals hier... Dat was dan niet. Lekker in bed, kijk eens. Oh, het uitzicht blijft gewoon fenomenaal. Maar lekker, de lichten een beetje op een mooie stand. En is het straks alweer lekker tijd om te gaan slapen, jongens en meiden. Lekker thuis, zo'n vlucht vliegt ook letterlijk en figuurlijk vliegt het echt voorbij. Dat is niet normaal hoe snel dat gaat. En dit was de vlog, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlogs in Barcelona. Ik heb het in ieder geval super leuk gehad daar. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En dat waren weer hele leuke, spontane dagjes in het mooie Spanje. Maar morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online. Gewoon lekker hier vanuit huis dus. En weer Nederland. En ik hoop jullie dus nogmaals allemaal daar weer te zien bij een nieuwe vlog. En dan ga ik nu hetzelfde zeggen als wat ik altijd zeg. En dat is, dan willen jullie nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen. En ik zeg, la!